jaar 1887 begon optimistisch. Frankrijk had zich vrijwel geheel hersteld van de rampzalige oorlog met Pruisen in 1870. Economisch ging het in de Derde Republiek weer beter. En Parijs was wederom het hart van de Europese cultuur en de Belle Époque. Het was ook een centrum van Europese kunst met een groep revolutionaire schilders die spottend impressionisten werden genoemd. In deze sfeer van optimisme bereidde Parijs zich voor op de wereldtentoonstelling van 1889, waarvoor nieuwe wegen, bruggen en paviljoens nodig waren. In de jaren 1870 was Baron Haussmann al begonnen met een radicale stadshervorming, waarbij brede avenues met elegante appartementenverbouwen werden aangelegd. De gebouwen voor de tentoonstelling werden gebouwd in dezelfde klassicistische stijl, of Beaux-Arts. Maar de Franse ingenieur Gustave Eiffel had andere ideeën. Hij wilde een hoge ijzeren toren bouwen, zonder klassicistische stijlelementen. Een waar monument van de moderne tijd. Zijn Eiffeltoren was met ruim 300 meter hoogte de grootste vrijstaande constructie ter wereld. Maar de Parijzenaars hadden er geen goed woord voor over. Oorspronkelijk was het plan de Eiffeltoren na 20 jaar, in 1909, af te breken. Mesdames et messieurs, ce soir. Intussen was echter de radio uitgevonden en men realiseerde zich dat de Eiffeltoren een perfecte zendmast zou zijn. C'est que Jacques Dapin est un jeune auteur, que dans ma rue est sa première chanson, que c'est sa première vedette et que c'est la première. Eiffel zou wereldwijd nog vele gebouwen neerzetten, waaronder het mooie postkantoor in Saigon, toentertijd Frans Indochina. En nu, na meer dan 120 jaar, is de hoge spits van de Eiffeltoren niet meer weg te denken uit Parijs.